Perfectionisme. Een onderwerp wat je als hoogsensitieve therapeut of coach of counselor vast wel eens tegen aangelopen bent. Hoogsensitieve mensen hebben meer last van perfectionisme vanwege intense verwerking. Je bent met alle informatie zo diep gaan bezig. Je overziet alle voor- en nadelen en risico's, maar ook de kansen en mogelijkheden. Maar doordat je dat allemaal eigenlijk al voor je ziet en het heel graag goed wil doen, is er een groot risico op het ontwikkelen van perfectionisme. En Julien Schreuder was hier om met ons te praten over dat onderwerp. En zij vertelde dat je perfectionisme twee manieren kunt zien. Waarin we het meeste kennen is natuurlijk de negatieve kant van perfectionisme. De maladaptive perfectionism noemt zij het. En dan gaat het om situaties waarin je veel te lang doorgaat met een project. Of waarin je maar blijft uitstellen omdat je het zo graag goed wil doen. Dat je eigenlijk bang bent om te beginnen. Maar ze had het ook over de druk voelen. Continu opgejaagd voelen. Continu het idee hebben van ja, maar ik moet het beter doen. Soms zelfs doorslaand in gevoelens van depressiviteit of in gevoelens van angst. Ook defensief gedrag. Defensief reageren op anderen kan een teken zijn van perfectionisme wat niet in je voordeel werkt. Nou, zij is een grote voorstander, net als ik, van het werk van Brené Brown. En Brené heeft ooit gezegd, ja, perfectionisme voelt eigenlijk als een heel fijn schild. Een schild dat ons kan beschermen. Maar in feite is het dat juist helemaal niet. Want het zorgt ervoor dat je niet de doelen bereikt die jij wilt bereiken. En het zorgt er ook heel vaak voor dat je niet echt in verbinding kunt gaan. Nou, Julien Schreuder zet er tegenover healthy striving, noemt ze dat dan. Dus een gezonde manier van je doelen nastreven. En als je op die manier perfectionisme inzet, dan ben je wel bezig met wat je belangrijk vindt. Daarom is het dus ook heel belangrijk om dat te weten. Om te weten wat jouw waarden zijn. En daar op een gezonde manier mee omgaan. Op een gezonde manier kijken, oké, hoe kan ik me zo goed mogelijk focussen om die doelen te gaan bereiken. Dan zegt ze, dan heb je meer een alignment, heet het dan in het Engels. Dat het allemaal in lijn ligt met wat echt voor jou belangrijk is. Dan daar krijg je vaak ook de energie door om daadwerkelijk iets af te ronden. Terwijl als je in die andere vorm van perfectionisme zit, dat vaak heel veel energie kost. Nou, het was een erg interessant gesprek met Julien. Zij deelde ook veel van haar eigen leven, waarin zij vertelde, zij komt uit Texas, waarin ze vertelde dat het eigenlijk heel gewoon was in haar omgeving en haar familie om heel erg bezig te zijn met de buitenkant. Nou, en dat bevordert natuurlijk dat gevoel van perfectionisme, ik moet het allemaal goed doen. En zij heeft de stap gemaakt om dat los te laten en echt vanuit haarzelf te werken. Perfectionisme is niet iets wat je zo eventjes in een dag afleert. Mocht je er heel erg veel last van hebben, dan is dat iets om structureel aan te gaan werken. En met name te kijken naar, wat zijn mijn gedachten? Wat denk ik op de momenten dat ik mij geblokkeerd voel? En vanuit daar de omslag te maken naar al die normen die dan vaak in je hoofd zitten. Naar, wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn waardes op dit moment? Ze gaf als voorbeeld dat je soms na een consult je ontevreden voelt. Dat je denkt, nou, ik heb het niet goed genoeg gedaan. Ik had het beter moeten doen. En soms is dat gevoel heel lastig weer af te schudden. En zij zegt, wat je dan zou kunnen doen, is dat je weer eens even je waardes daarbij pakt. Van wat vind ik ook alweer belangrijk in de dienstverlening die ik bied. En dat je erbij stilstaat, oké, ben ik daar wel mee bezig geweest? Dat is bijvoorbeeld, als je iets hebt gezegd waarvan je achteraf denkt, nou, dat was gewoon niet zo handig. Maar je zou wel kunnen zien dat je daar op dat moment heel erg authentiek was. Of dat je daarin heel erg eerlijk was. Of dat je bezig was om iets bij de ander in beweging te krijgen. Nou, door vanuit je waardes te kijken
geef jezelf eigenlijk wat meer lucht. Niet elk dingetje hoeft perfect te zijn. Als je maar zelf het gevoel hebt dat het past bij hoe jij bent. Nou, dat gun ik jullie allemaal. En dit is echt zo'n thema wat vast nog wel vaker terug gaat komen. Want zowel wij zelf als therapeuten, coaches, als klanten hebben gewoon heel veel met het onderwerp te maken. Nou, ik was heel erg dankbaar voor deze les van Julien. En ik hoop dat het voor jullie ook wat kan brengen. Dag!